Mijn naam is Sherida Stok. Mijn label heet Queen Sheba en ik zal even uitleggen hoe dat is ontstaan. Dat is ontstaan in mijn jonge jaren, heeft mijn vader me altijd zo genoemd. En het is een combinatie van mijn twee voornamen, Sherida Barbara, en dat in combinatie Sheba. Queen Sheba zou je kunnen herkennen aan eigenlijk de metaal, of liever gezegd de bling. Zilver tinten en goud. Ik ben gek op goud en op zilver. En in elke tas zal je een grijntje van zien. Dus al is het een paspeltje of een randje of wat dan ook, je zal wel een randje goud of zilver in zien. Eigenlijk al jaren geleden ben ik echt gek op leren tassen. En ik heb ook altijd merktassen gehad, of die heb ik ook nog steeds. Ik ben gek op leer en verschillende merken. Ik moet ze denk ik ook nog binnenkort gaan verkopen, maar dat weet ik nog niet. en toch heeft mijn fascinatie daar toch nog naartoe gebracht dat ik toch wel meer wil en meer technieken wil leren. Zodat ik eigenlijk de tassen die ik koop ook zelf kan maken. Wat ik zo goed vind aan de cursus tassen maken, de jaaropleiding, is dat wij naast de basistechnieken ook nog onze creativiteit in kwijt kunnen. Ook qua kleurcombinaties en ook dingen die onmogelijk zijn soms, die toch wel mogelijk gemaakt worden. We proberen dan naast de vaste patroon daar toch wel mijn eigen draai in te vinden. Of wat ik leuk vind, wat ik denk dat ik fijner vind of mooier vind of wat dan ook. En dat is wel fijn om in hier bij de opleiding te doen. Omdat je niet strikt de vaste patroon hebt om mee om te gaan. Dat je daar toch je creativiteit in kwijt kan. Waarom heb ik ook voor de opleiding gekozen? Omdat ik dan tot professioneel tassenmaker kan worden opgeleid. Op dit moment denk ik dat ik op gevorderde niveau zit, omdat je toch wel nu echt wel verder gaat dan de basis. Je leert toch iets meer en je gaat meer op detail letten en verfijnen. Ik hou wel van perfectie, dus daarom ga ik ook voor de kantenverf op de manier hoe wij hier de kantenverf leren. Dat echt de randen en de afwerking daarvan heel netjes en mooi is. Zoals eigenlijk je ook in een goede designtas ziet.